Hi allemaal, welkom bij weer een video en welkom op mijn kanaal. Ik ben Mrs. Beauty Scene, ofwel Debbie, en ik ga jullie vandaag meenemen naar de nieuwe NARS counter in de Bijenkorf in Amsterdam. En daar had ik een afspraak met Anna Priyatka. Zij is de global make-up artist van NARS. En ze was een paar dagjes in Nederland en zij heeft me opgemaakt, maar ze heeft me ook even een kleine tour gegeven in de counter in Amsterdam dus. Inmiddels is er ook een NARS counter in Rotterdam en in Utrecht geopend. Zeg ik dat goed? Zeg ik Utrecht of is het Den Haag? Nou, in ieder geval zeker weten in Rotterdam. Dus NARS is gelukkig al beter verkrijgbaar in Nederland. En is maar goed ook, want het is een van mijn favoriete merken. Nou, kom even mee gezellig naar de Bijenkorf. En dan zie ik jou aan het einde van deze video nog even terug. Nou, hi allemaal. Ik ben bij de NARS counter in de Bijenkorf in Den Haag. Ik ben net opgemaakt door Anna Priyatka. Dat is de global make-up artist van NARS. Ze heeft me heel mooi opgemaakt. Ik ga zelf nog wel even vertellen wat ze precies gebruikt heeft. Ik neem je nu even mee in de counter en dan zien we Anna zo nog even terug, want die heb ik ook nog even wat vragen gesteld. Maar ik loop eerst even met jullie mee door de counter, zodat jullie kunnen zien hoe mooi die eruit ziet. NARS is nu te koop in de Bijenkorf in Amsterdam, daar ben ik nu, en in de Bijenkorf in Utrecht. En over een paar weken ook in de Bijenkorf in Rotterdam. Maar dit is dus de NARS counter in Amsterdam. Nou, dit is de NARS counter. Ik loop jullie gewoon met alles even. Ik loop even gewoon met alles door. Hier een mooie quote van NARS. Play and try to be a little bit daring, break the rules. Express yourself, make-up, fit who you are. Nou, komen we gelijk bij de Man Ray kerstcollectie, de holiday collectie. Die hebben jullie misschien al op beeld gezien, misschien de producten ook al. Hele mooie producten. Dit de Veil Cheek Palette is heel mooi. En de Glass Tears Eyeshadow Palette en natuurlijk de highlighter. Ik zal hem zo nog even wat beter laten zien. Mooi is er een beetje af. Dit is de Limited Edition. En dan komen we hier bij de volgende deel. Dit zijn de Narcissist Palettes. En die zijn echt heel fijn, want het zijn dus inderdaad twee verschillende cheek palettes met daarin blushes en highlighters. En er is ook altijd een heel fijn oogschaduwpalet. Dus nu deze. Ik heb ze alle drie. Ze zijn geweldig. Die zijn altijd limited edition, maar wel langere tijd verkrijgbaar. Nou, verder heeft NARS Velvet Lip Glides. Dat zijn bijvoorbeeld een soort glosses. Deze zijn nieuw. De Power Matte Lip Pigments. Die hebben jullie al gezien. Geweldig. Lipsticks. Veel oogschaduws. Dual Intensity. En de Dual Eyeshadows. En Single Eyeshadows. In allerlei kleuren. Velvet Shadow Sticks hier. Larger Than Life Eyeliner. Natuurlijk ook de Lip Liners. En de gewone Lip Glosses. Oh, dat zien we hier. Dat is wel heel cool. We hebben ook hele mooie brushes. Deze zijn vooral heel mooi. De tatami brushes. Deze is ook wel. Die hele dikke kabuki. En dan komen we hier bij de NARS blushes. Waar ze eigenlijk meest bekend voor zijn, denk ik, voor iedereen. Blush Orgasm is heel bekend. Maar ook de geweldige bronzers. Laguna en Casino. Ze hebben hier ook een liquid blush en ook een liquid bronzer. Hier is trouwens de François NARS. En ja, foundations hebben ze ook. De Sheer Glow Foundation, die heb ik nu op. Die is heel mooi. Je hebt hier de All Day Luminous Weightless. Dat is een beetje een waterachtige, dunnere. De Radiant Creamy Concealer is mijn favoriet. Maar ik heb nu een nieuwe favoriet. Nee hoor, ik heb vandaag deze leren kennen. De Soft Matte Complete Concealer. Dit is ook nog een andere concealer. Die is een beetje droog, vind ik. En dan heb je ook nog een transparante, een tinted moisturizer. Ook heel goed is trouwens. En ook dit is een velvet mat. Dus die is wat matter. Ik heb ook nog poeders. Zowel matte, zowel vaste poeders. All Day and Powder Foundation. Vaste poeders. En inderdaad losse poeders. Jeetje, dat hebben ze toch veel, hè? En hier de Multiple, dat is een stick. Alles in één. Dual Intensity Blush. Illuminators. Dit zijn de highlighters. Deze bijvoorbeeld. Hot Sand is mijn favoriet. Ik vind deze echt heel mooi. En dit zijn nog contour blushes. Dit zijn hele fijne producten. Het zijn olie voor je huid. En eentje. Zijn we er nog niet? Nee, er is ook skincare. En omdat NARS onderdeel is van Shiseido, is dat zeg maar gemaakt in de laboratoria van Shiseido. Dus echt heel goed. En nagellakken, die hebben we ook. Want er ziet er vanzelf gewoon heel mooi en strak uit. Met een mooie
Okay. Ik vind het altijd zo geweldig, deze geweldige spiegels. Zou je het ook in je kamer willen? De cheek to cheek. Nou, en hier kan je je make-up natuurlijk laten doen. Ik heb net hier gezeten. Anna mijn make-up gedaan. Anna moest nu weer weg. Maar ik heb er nog even kunnen strikken voor een interviewtje. En dat zien jullie nu. Oké, okay, I'm here with Anna Priyatta. She is the global make-up artist of NARS, right? NARS, yeah. And she just did my makeup. And now she's gonna show you a little bit, gonna show us a little bit around the counter and maybe give us some tips or favorite products or anything you want to share with us. Because I'm really gorgeous. You look gorgeous. And she did my makeup, it's really perfect. You're gonna show it later to you, and so please take us where you wanna go. So, first of all, I mean, just mention the Christmas collaboration. Right. Absolutely amazing. So at NARS, we collaborate with some incredible artists. And what you'll notice about our Christmas collaborations is they're never the same as any other brand. They're very unique. And every year we collaborate with someone new. This year it's Man Ray. And Man Ray was a very, incredible artist from the 1920s, 1930s, and he inspired a lot of photographers and artists in this kind of arena to this day. So these are some of his images. They're beautiful. You agree? Yeah, fantastic. And it was a really kind of obvious collaboration. And it's a limited edition. So limited edition. Yeah. Only now available on men. Yes. It's gone. So grab it before it's gone. Yeah, absolutely. Yeah, and then following. Yeah. My favourite products. So first favourite product I would say is the Audacious Lipstick range, which is this one here. Yeah. So the Audacious Lipsticks are extremely pigmented. They are. One swipe of the colour and you get the most amazing payoff. They're not drying. This is this one is my favourite. It's Raquel. It's a beautiful kind of Raquel-based Raquel. Raquel, yeah. Named after Raquel Welch, I think. Maybe. I think it's beauty. Yeah, absolutely. Beautiful. Beige nude. Beautiful color. Love that texture. They have like 50 colors, or I don't know. Yeah. This 30 shades. Oh, 30. 40 shades. Oh, great. And then moving over. So one of my recent favorites is the Narcissist Loaded Palette. So Narcissist is a bit of a spin-off range to our main range. It's a really kind of cool concept, and we bring out a lot of limited edition palettes every single year. This has been one of my favourites of this year because it's just great for... Yeah, I know. It's perfect. Yeah, I have it. For every perfect. Day. And the eyeshadows one, new eyeshadow formulations, so they're a lot more highly pigmented, very, very intense textures and shades, so love that. Yeah, and they're also limited, so... Limited, yeah, unfortunately. And then over here we have our Sheer Glow foundation. So this is my favourite foundation formula that we do. It's a beautiful, beautiful texture. A lot of amazing skincare benefits as well. Very brightening, that will kind of even out the skin over time. Great formula. And just a minute, this is my favorite concealer, right? I have to show it a little bit. They know already that it's my favorite. Concealer. It's one of my favorites, but my favorite currently. Yeah, because you told me, you gave me another tip, and that is this one, new one. Soft Matte Complete Concealer. Now, I'm obsessed with this because it's, I guess on a personal note, it really helped me this year when I was had acne problems. It's an amazing coverage. Right. Blurs. Yeah. So when you put it on a blemish, it really kind of gets rid of that texture. Right. And it's high coverage and it's matte, so you don't need to powder. So it's amazing for blemishes, it's amazing for pigmentation. Yeah, you just tried it on me and it's really great. It's fantastic. Absolutely. Love this. I'm gonna buy that right now. Yes. No, my last favourite has to be the multiple stick in Copacabana. Copacabana, that's beautiful. This is we were the first people to create a kind of all-in-one product stick, like this. Yeah, right. And it's a multiple purpose stick. You can use it on eyes, cheeks and lips. We do a lot of colours, but this is my particular fave. Because I don't know if you can see it. Yeah, you can but see it's it. Just the most can amazing kind of beautiful highlighter. Highlight. Looks very glossy on. Love this. Portable, just whack it on and perfect. It gives you that glow. You have more colours also. Yeah. And of course your blushes. Blushes, wow. Iconic. We are the authority in blush. Orgasm blush is our most popular. The Laguna Bronzer is incredible as well. Such a cool colour and formula. All round, you know, the most incredible range. And, you know, I think kind of groundbreaking with our formulas as
well. I agree. Your products are really amazing. Yeah. Thank you, yeah. Anna. I know you have to leave, but thank you so much for my makeup, but also for this little short footage of film. And I'm gonna show the people a little bit more of the store after we say goodbye. Absolutely. Thank you, Anna. Till next time. Deze video maak ik trouwens niet alleen, maar maak ik samen met Jin, want die wilde er ook heel graag even bij. Dus, hè Jin? Ja, je mag er ook even bij hoor. Hè? Nou, schattig hoor. Hoor je dit rare geluiden? Dan is het Jin, die zit hier beneden. Nou, jullie hebben in ieder geval gezien hoe de counter eruit ziet. En Anna was ook echt schat van een vrouw, dus kom je haar ooit een keer tegen? Of kan je haar ooit een keer je make-up laten doen? Doe dat dan zeker bij de NARS counters. Ik wilde jullie nog even laten zien wat ik heb gekocht bij de NARS counter, want ik heb nog wat meegenomen. En nog even laten zien van wat ik van de NARS en Man Ray collectie heb. Oké, de NARS en Man Ray collectie is dus de holiday collectie, zeg maar. En dit is wel mijn favoriete palet. En dat gebruikte Anna ook bij mij. Dat is dit palet. Dat is het heet De Veil. En het is sowieso heel mooi. Van vorm heb je met dus een foto van Man Ray erop. Maar de binnenkant is ook heel fijn. Want aan de binnenkant heb je dus de bronzer. Dus de Laguna bronzer. De Sunwash bronzer. Dit is de Lovesick blush. En dit is de Surreal highlighter. En alles bij elkaar is het echt een heel mooie combinatie van kleuren waar ik heel erg van hou. En ik heb hem dus ook al heel vaak gebruikt, dat kun je ook wel zien. Dus dit is zeker een aanrader. Het zijn heel fijn producten, want ze zijn niet te poederig. En ze geven echt een heel mooi effect op je huid. Aanrader dus. Nou, en hou je nou van een beetje donkere oogschaduws, dan is dit palet ook wel heel mooi. Dit is Glass Tears. En dat ziet er aan de buitenkant zo uit. Ook een hele iconische foto van Man Ray. Dit binnenkant zijn wel vrij donkere tinten. Dit is eigenlijk de enige lichtere tint. Die is ook vrij mat. Deze gouden is ook wel mooi, maar die is ook nog best wel pittig. Dus het zijn wel even wat sprekendere kleuren. Die je goed kan combineren met wat neutrale tinten. Ik heb overigens vandaag ook op. En ik heb eigenlijk deze twee kleuren met elkaar gecombineerd. En dan heel klein beetje van de neutrale kleur zo bij mijn wenkbrauwen aangebracht. Ik vind hem heel mooi, maar zoals ik zeg, het is best wel een donkere oogschaduwpalet. Dus ja, daar moet je wel een beetje mee houden. Ze zijn wel heel fijn trouwens. Ze geven geen fallout. Dus ze vallen niet zeg maar hier op je wangen als je het aanbrengt. En blenden mooi. Dus dat op zich is echt perfect. En nu misschien nog wel het mooiste product van de Man Ray collectie van NARS. Dat is deze highlighter. En die was vooral op internet echt een succes. Want iedereen vond hem zo heel erg mooi. Dat is hij ook. Is de, hier komt hij. De Double Take highlighter van NARS. Met hele mooi met die lipjes van Man Ray ook weer. En het is een hele mooie highlighter. Ik heb hem ook op. Ik moet eerlijk zeggen dat hij niet heel extreem pittig is. Maar wel heel mooi. En hij geeft wel echt een hele mooie glow. En hij is niet poederachtig. Dus het is echt een heel fijne highlighter, zeg maar. Het voelt een beetje crème aan. Terwijl het toch wel poeder is. Nou, je ziet het. Mooi effect. En dat kun je ook wel prima zo met je vingers doen, hoor. Als je geen kwastje hebt. Maar ik doe het wel altijd met een kwastje. En bij de counter heb ik ook nog deze gekocht. Dat is de concealer. De Soft Matte Complete Concealer van NARS. Ik ben altijd al heel groot fan van de Radiant Creamy Concealer. Die ik gebruik onder mijn ogen. Anna die vertelde dat deze ook heel erg fijn is. En vooral dan om ja, zeg maar wat meer dekking over je huid te geven. Waar je bijvoorbeeld pigmentvlekjes hebt zoals ik die heb. Dan heb je net wat meer dekking. En het geeft een heel natuurlijke finish. Ik heb er twee gekocht zelf. Want ik heb deze gekocht in de kleur Ginger en in de kleur Caramel. Want dat is een hele goede combinatie. En samen was het perfect voor mijn huid. Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik deze inmiddels weer wat minder ben gaan gebruiken. En toch weer de Radiant Creamy Concealer. Omdat ik op een of andere manier het effect wel heel mooi vind. En hier zie ik soms een beetje een vlekkerig resultaat. En dat heb ik bij deze bijvoorbeeld helemaal niet. Dus inmiddels ben ik toch weer meer fan geworden van de Radiant Creamy Concealer. Maar misschien moet ik deze gewoon nog een kans geven als het wat minder koud is. Want ik merk ook wel dat de combinatie met mijn wat droge huid in de winter misschien wat minder fijn is. Nou, anyway, ik ben in ieder geval groot fan van NARS. Ik vond het heel leuk om
even bij hen op bezoek te zijn. Wil je nou meer reviews zien van NARS, dan kun je altijd even naar de link gaan hier beneden. Want daar staan heel veel reviews op. Ook van producten die niet meer te koop zijn. Maar dan heb je misschien even een indicatie van wat voor producten er allemaal zijn. Het is echt de moeite waard. Een heel fijn merk. En ik ben blij dat het nu in Nederland is. Dus nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En van NARS vinden. Laat het even weten in de comments. En dan zie ik jullie snel weer terug. En deze mopperhond of slurkhond misschien ook wel. Oh, lieve Jin. Dag!